Mooi kerel. Mooi kerel. Sistus. Nou, dit gaat erom hangen, jongens. Als ze me de 500 euro bij zo'n leg, zou ik er niet meer mee. In mijn eentje wordt mede mogelijk gemaakt door Prins Caravans en door Jarden. In mijn eentje, in mijn twee persoons. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me nooit alleen. Zo, daar gaan we weer, mensen. De Blondtrap, in de provincie en zo. Geen idee wat we gaan doen, behalve dan dat ik de gordel even omdoe. Spiek dat zo, hè? Zo. Ga maar gewoon mee. Gaan we leuke dingen doen. Als je het filmpje nou leuk vindt, dan moet je niet vergeten. Ik vergeet het ook altijd te zeggen. Maar dan moet je eigenlijk eventjes een duimpje omhoog doen. Zo van, nou, leuk filmpje, muldertje. Vind ik leuk, zeg maar zoiets. En even abonneren. Als je nog niet geabonneerd bent, moet je het even doen. Kun je ook alle andere filmpjes van In mijn eentje en Wie de boer en Even poetsen en Dikke bak. Al die programma's kun je dan heel makkelijk zien. En nou, als je dat nog even doet, dan kunnen we gewoon beginnen. Ben je klaar? Heb je gedaan? Dan gaan we. Zie je, toen zijn jullie mijn raadsel. Iets met fietsen. Hallo. Hi. Hallo. Wat zijn jullie aan het doen? Sorry. What are you doing? So this is called the slow bike race. So whoever comes last wins the game. Yeah. Okay. And they should not keep their feet down or touch their opponents. Okay. Yeah. I'll explain. Dit is een langzaam fietsenrace. En degene die het langzaamst heeft gefietst, die heeft gewonnen. Mooi. Hoi. Heb jij al gefietst? Ik heb al gefietst, ja. En? Was je de laatste? Tweede. Oh, de ene laatste was jij. De ene laatste, ja. Och, dus je bent er niet heel erg goed in. Nee. Je bent een beetje dus Joop Zoetemelk van het langzaam fietsen. Zoiets, ja. Ah. Dus ik heb de medaille niet gehaald, zeg maar. Ach, sneu man. Ja, ik voel me ook heel sneu. Ja. Ja. Een afdelingsuitje, begreep ik van de jongens. Dat klopt. Dat is voor de teamgeest, hè. Oh, helpt het? Ja, vind ik wel, ja. Tijdens zo'n ritje trek je ook wel lang met elkaar op, hè? Ja, want het duurt heel lang namelijk. Yes. Maar dit schijnt een India's champion slowbiking heen. Oh, dat komt uit India. Die jongens komen uit India. Nou, die jongen die hiervoor staat komt uit India. Ja. Die heeft dat nu zo uitgevogeld. Ja, want die dacht Nederlanders en fietsen, dat past goed bij elkaar. Welke afdeling is het precies? Biomedical Sciences. Ja, het is Engels, hè? Ja, biomedisch. Ja. En die meneer met het witte haar is het afdelingshoofd. Heeft hij ook al gefietst? Die heeft ook al gefietst, die is van de fiets gevallen. Dus ja, daar red je het ook niet mee. Maar nee. Ik hoop dat hij in de wetenschap beter is dan als op nou, de fiets. Nou, dat hoop ik ook. Zullen we daar eens even meer van meer? Ja, vraag maar eens even. Ja. Zeg, Kampiga. Ben je van de fiets gedonderd? Ik wel. Ja, daar blijf ik niet op staan, jongen. Dat ik hoor van jouw collega dat hij hoopt dat je beter in de wetenschap bent dan in het fietsen. Nou, dat denk ik wel, ja. Dat was niet best als dat niet zo was. Oh, ben je gewond of niet? Ik echt? Nee, alleen maar dik. Verder niet. Ja, dat klopt. Maar je hebt geen biomedische pleisters nodig? Ik niet, nee. Daar kan ik het wel zonder, jongen. Dat kan wel goed. Dus jij was ook niet de laatste? Ik niet de laatste, nee. Maar ja, de laatste zullen de eerste zijn, hè? Ja. Kon je eens een keer de laatste zijn? Ja, nee, maar dan ben ik het weer niet. Nee, precies. Jammer, hè? Ja. Nee, maar het blijft een frontrunner, hè? Ik zijn wel slow starters, want ik ben nou 10 minuten aan het filmen. Dat schiet geen zak op, hè? Hé, hey, jongens, zo word je nooit laatste, hè? Dan heb je Indiërs en die doen allemaal zo precies. Oh, hij is serieus? Hij is heel serieus, ja. Maar het is een serieuze sport, hè, in India. Ja, dat slow biking, hè? Ja, slow biking. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Maar wielrenners kunnen het heel goed, hè? Ja, in India zijn ze een beetje lui. Dat heb ik niet gezegd, dit. Echt wel? Niels! Hallo, Bert! Nou, dit gaat erom hangen, jongens. Oh. Wow, he's a pro. Yeah. No, and the second. And the second. Woo!
Hi, hey. Congratulations. Yeah, thank you. And this is probably the first time on a bike for you? Yes, first time slow bike. Okay, wow. I'm very happy. So you're actually a lazy guy? Not really. I always bike faster than this. Oh, okay, normaal ga je veel sneller. Yeah, yeah. Okay. The first time slow bike. you did great. Okay, thank you. What was your name? Johnson. Johnson? Yes. Applaus voor Johnson, jongens. Ik dacht, ik wil eens even weten hoe Geert is. Geert zat in het hospice, hè? En ging dood. Maar inmiddels is hij weer thuis. Had er geen zin meer in. Dus ik dacht, ik moet even kijken hoe het met hem is. En of het nou beter gaat dan. Mag ik erin komen? Ja. Ik klaar, ik schrijf naar hem op. Mooi, wat is het? Oh, hier. Ik schreef net op de duurverslangen voorbij. Mooi kerel. Mooi kerel. Ze is thuis. Ja. Hoe is het hier? Maar, ik was net bezig om te zingen. Je wou naar bed, hè? Ik dacht van nou, ik kom nog even snel kijken. Dat is goed. Hoe is het met je? Nou, de laatste dag was niet zo. Van mij, vergeten puntjes. Pilletjes te geven. Ja, maar ik heb de straatangst, ja. Ja. Al pilletjes voor straatangst had je nodig. Ja, dan krijg ik angst. Weet je wel, dan weet ik niet waar ik zoeken moet. Nee, word je dan word je bang? Ja, je weet niet wel van. Je bent ergens bang voor, maar je weet niet wel voor. Ik heb 2 jaar lang heb ik. Nou, een keer 20 minuten, een half uur overuit. En dan had ik de papiertjes bij mij. En die gaf ik bij de kraam af, weet je wel. En als ik daar klaar mee was, ging ik teruglopen. En dan gaf ik de boodschap ophalen. Want er moest ook niemand tegen mij gaan praten of zo, want dan raakte ik in de war. Ja. Dan was het heel. De route kwijt, zeg maar eigenlijk. Ja. Maar hoe is het verder met je? Hoe is het met de kanker? Ben je nog bij de dokter geweest? Of, Ja, ze kennen verder, kunnen ze er niks aan doen, joh. Nou, jij bent naar de hospice uitgegaan, waarom? Ja, en dat begon 's morgens om 6:30 nog. Nou, dan komen ze medicijnen brengen. Normaal wachten, de stormtroep die komt eraan. Die moet dan de bed verschonen. Dan zijn we weer lastig. Ze hebben ze altijd draaien, weet je wel, dat een beetje tabak en zo. Nou, nu toch hem zo en is weer, ja. Maar ja. Je was er al met al, je was er zat van, Geert? Ja, ik kon er niet volhouden dat soort. Al die mensen halen op je zitten te letten, weet je wel. Veel te bang, ik begon te roken, als het niet mocht. Het ging met name ontroken. Ja. Jij wil roken, dus je dacht dan ga ik naar huis. Wanneer ik dat zin heb, wil ik roken. Ja, mocht wel. Maar dan moest je weer op beltjes dit druk. En dan moest iemand bij je zitten, weet je wel. Nou, als je gerder was, dan mocht diegene weer weggaan. Nou, en zo moest dat dan op die manier. Maar ja, bij mij moet niks. Dan heb ik dan nooit. Ik heb nog wel wat gemoed. Daar ben je niet echt geschikt voor, hè? Voor nee, dat is niks voor mij. Maar nu dan? Want je werd er natuurlijk wel wat verzorgd. Ja, nu het is het nou helemaal tamelijk slecht. Ik kan niet meer slapen op mijn been. Ja. Maar als er nou wat gebeurt, ben je daar niet bang voor? Nou, we hebben bepaalde afspraken gemaakt. Dus er komt altijd iemand kijken. Elke dag? Ja, nou, niet elke dag, maar. Om de dag komt het sowieso. Maar ja, als iemand wil komen, dan komt hij en dan belt hij met me op en dan doet de deur wel open en dan, ja. Dus ik moet altijd de mobiele telefoon bij me hebben. Ja. Heb je pijn nog, zo? Ja. Nou, pijn. Ik heb meer moeite met de geestelijke en lichamelijk. Maar pijn, nee, dat is niet. Maar eigenlijk heb je het zwaarst in je hoofd momenteel. Ja, ja. Dat merk ik ook wel een beetje, je bent ook down.
Ja, ik ben het allemaal moe. Maar ik heb een paar nachten van niet kunnen slapen. Maar dat komt door die angst, hè. Dan kun je zelf niet slapen. Je zou zeggen, ik ben dood op en dan, maar dat is niet zo. Maar had jij niet, toen jij in het hospice zat, minder last van angsten? Toen heb ik jou daar veel minder over gehoord. Ja, maar die angsten binnen ze, die hebben ik gewoon, dat lijkt er dan op alsof het hier erger geworden is. Ja, een beetje wel, ja. Is het dan wel verstandig dat je weer thuis bent? Nou, ja, het is niet verstandig, nee. Maar ja, ik moet altijd water bij de wijn noemen natuurlijk, hè. Ja. Van de ene kant dan zeg ik van, dan ga ik terug. Maar als ik dan eraan denk, alles weer, weer daar weer, ja, nee. En eten dan, en, ja, en drinken? Ja, dat is het probleem. Ja. Je eet nu niet meer? Nee. Dat kan natuurlijk niet, kerel. Nee, dat kan ook niet. Maar als ik straks op moet staan, dan heb ik moeite mee. Ja, geen wonder, je wordt natuurlijk hartstikke zwaar. Ja, en dan die, ziekte erbij. Dus niet vrij, die ziekte erbij. Angsten, ja, straalangsten. Nee, het is niet zo'n mooi leven, hoor. Je mag van mij wel weten dat af en toe het ding van nooit was me afgelopen, maar ja. Ik heb zo'n raar lichaam. Ik zeg iedere keer, kom hier. En je lichaam is sterk. Ja, man. God, nou jongen, wat mogen we nou met die? Ah, kom misschien wel weer gaan. Ik heb me zo bezig dat het overmorgen dat ik er weer even overheen ben. En dan ga ik even weg. En anders is de hele dag maar om een beetje televisie naar Berlin. En voor de rest niks. Kom ik je volgende week weer even lastig vallen? Nee. Ja, doe het maar even. Ik merk wel dat je van mij heel erg opknapt. Ja. En dan zie ik je zo snel mogelijk weer terug. Ja, volgende week ben je er gewoon weer. Dat rustig, Geert. Ja, tot ziens. Ja. Nou, leven en geniet leven. Goedemiddag, Wichter. Dag, Ras. Te zwak. Oh, mooi luiverd. Wat ben jij doen vandaag? Rondje rijden. Oh. Bloedprikken, naar Geert Klunder, overal geweest. Druk. Hoe is het met jouw kleine? Goed. Ja? Die is ook al bijna weer een jaar zeker? 2,5. Oh, hij is al 2,5. Die is nu bij Karin. Meneer, hij staat niet aan, toch? Jazeker. En ik heb een vraagje. Dat is het. Wanneer is er nou eens die Hollandse Nieuwe? Woensdag 12 juni. Dan al? Echt waar? Ja, 2 weken. Lang, oh. Ja, dat ga ik ook doen. Oh, door mijn haring. Doe maar 2. Ziet u ook zo uit naar de haring, mevrouw? Nee. Nee? Nee. Nee, als je haring met een haring moet je hem vragen. Dat is een haring, Fen. En u niet? Nee. Als ze me de €500 bij zo'n leggen, zou ik er niet nee, op hebben. Morgen in Duitsland. Emden. Nieuwe haring in Duitsland. Ja, matjes staken hier. Ja, die matjes staken, dat is wel leuk. Dat is mooi. Dat is vooral gezellig ook. Dat is lekker. Ja. Hebben ze daar al nieuwe? Een soort vlaggetjes lag van Zoutkamp, hè? Hier, ik heb jouw haring. Lekker. Oh, heerlijk. Maar ja. Verlangt u ook zo naar de nieuwe? Ja, heerlijk. Lekker, joh, die dingen. Zie ik ook. En het liefst zo groen, maar dat mag niet meer, hè? Wat zeg je? Het liefst van die groene. Van die groene? Ja. Mag dat niet meer? Nee, dat mag niet meer. Er zitten veel bacteriën in. Mag niet meer. Dus voedsel- en warenautoriteit heeft dat. Maar vaak zijn ze dan wel lekkerder. Ja, lekker. Glibberig en zout en vies wet. Dat is nou even gewone vis. Ja, sorry. Ja, dit moet eigenlijk een beetje van de vrouw. Nee. Nee, ik heb het zelf voorgesteld. Ja? Oh. Ja. Gek op vis dus, jullie. Ja. Nou, dan kom je niet zo heel vaak, of niet zo heel vaak, maar... Waarom niet? Ja, wij ook... 70 keer per jaar. Oh, nou, dat is toch hartstikke mooi. Ja, Euroborg. Groningen moet voetballen, hè? Groningen moet voetballen, waar wonen jullie dan? Te Berg. Overijssel. Je woont in Te Berg? Ja. En dan kom je hier de visje eten? Ja. Je bent er nu een dagje buiten of zo? Ja, het is, die jongens die spelen vanavond de bekerwedstrijd tegen Ajax. Klopt, ja.
Onder 19. Nou, dan wil ik het even zien. En hoe kom je, je bent Groningen fan? Ja, ik kom hier ook uit de stad. Ja, kaart ook hoor. Hij heeft ook een seizoenkaart. Ik heb 5 jaar kaart. Ik kom hier altijd. Nou, hoe komt zo'n leuk Groningen stel nou in Tubbergen? Werk, jongen. Het moet geld verdiend worden. Ja, dat is zo. Bodem te plakken. Wat doe je dan? Ik werk bij de douane. Okay. Dan weet je precies wat er binnenkomt aan Ari. Nee, nou niet. Maar dan heeft hij wel een man die recht in de leer is. Of wel? Ja. Ja, toch? Ja, nou mag toch ook. Natuurlijk, ja, daar is helemaal niks mis mee. En met de douane in Tubbergen, waar dan? Nou, eigenlijk de Lutte, hè? Bij Oldenzaal. Ik woon daar. Vroeger had je daar grenskantoortjes. Heel kleine, hè? Als Bellingwolde en Koevoorde en waar had je nog meer? Nieuwschans. En zo waren wij ook grenskantoor in de gemeente. Daarom ben u daarin? Ja, dan heb ik gesolliciteerd. Vandaar dat ik daar naartoe ben. Ja. En was dat een jeugddroom, douane? Nee, wel eerst bij de politie, maar ik ben niet afgekeurd. Oh, alles wat afgekeurd is bij de politie wordt... Dat kan altijd bij de douane terecht. Heel leuk, hè? Daar kun je om lachen. Geweldig, ja. Nou, ik wens u een hele fijne avond. Eet smakelijk. Dank je. Ik eet een haring met u op. Ja, dat is goed. Prima. Ja. Dit was In Mijn Eentje. Mede mogelijk gemaakt door Prins Caravans en door Jarden. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. Noorderland.